Walter van Houten organiseert voor het laatst Korte Markt loopt. Maar dat wil niet zeggen dat hij zijn loopschoenen opbergt. Nog 4 keer per week in Groenhoven Bos op zachte grond, 15 minuten, joch, zonder dat ik ergens pijn heb. Ik raad dat iedereen aan, op zijn eigen, te joggen. Dat kost niets, juist een paar sloffen van 100 euro dat je 2 jaar mee doet. Als ik in het horeca zat, was ik al de beste loper van West-Vlaanderen. En zo had ik een roeping, turnleraar worden, om iedereen te bekeren tot een gezonde loopsport. Want er waren dan 5 of 27 van mijn klas die voor priester of pater gingen. De impact van Walter op de atletieksport in West-Vlaanderen is niet te onderschatten. 65 jaar lang ademt hij atletiek. Korte Markt, een van de mooie momenten worden van 2018. Enorm belangrijk, al geeft hij al natuurlijk zoveel jeugd in het onderwijs en in de sport natuurlijk ook. Eerst als atleet, dan als trainer en dan altijd maar met de jeugd bezighouden. En ja, hij moet enorm belangrijk zijn in vele generaties van vroeger tot nu. Het is een icoon. Er is geen ene atleet of atletieker in West-Vlaanderen die Walter van Houten niet kent, denk ik. Walter is een heel gedreven iemand, die altijd vooruit gaat en niet omkijkt. Ja, soms komen er misschien wel eens brokken van, maar hij heeft enorm veel gedaan voor de atletieksport in West-Vlaanderen. Ja, dat komt ook mee. Het is toch voor de veiligheid van de atleet. Zonder hem een voetbal te plaatsen, want dan heb je 20 meter niet. Dus al die nadas moeten nu weg. Een opvolger voor Walter van Houten is er nog niet. Toch is hij hoopvol dat Korte Markt loopt blijft bestaan. Ik hoop dat er iemand kan overnemen en ik ben bereid voor te schooien en mee te werken, maar niet meer alles te moeten doen of 90% van het werk.